Hoe ik haar kende, was het een verlegen meisje. Wel een beetje ondeugend. Ja. Ze is wat ouder geworden, wel veel veranderd. Echt een tienermeisje. Ja. Ja, toen ik het ook hoorde, kippenvel over mijn hele lichaam. Echt. Ja. Echt bizar gewoon. Ja. Honderden vrienden en bekenden uit de omgeving, van de rugby en de manege, zijn naar Noordwijkerhout gekomen om afscheid te nemen van Aileen. Binnen maken vriendinnen van Aileen in stilte de paarden klaar. We waren zo gehecht aan elkaar, het was altijd zo gezellig, dus ja, het is wel moeilijk. Ja, het is best wel pittig natuurlijk, want ik ken haar heel goed. Maar ja, moet lukken. Nou ja, het voelt nog steeds niet echt. Het is echt heel raar om te denken van, hè, opeens is je vriendin weg. Ja, voor iedereen is het heel erg, ook voor de ouders natuurlijk. Ja, het is wel goed dat we dit natuurlijk doen voor haar. We gaan nu opstappen. Nou, dan komt straks, als het goed is, de koets eraan. Volgens mij rijden wij achter de koets, waar die door een Fries wordt getrokken met haar erop. En dan rijden wij daarvoor tot de kerk. Met z'n tweeën en één groepje met z'n drieën. En dan wordt daar de dienst gehouden. Voor het laatst het rugbyclublied voor Aileen. Ik heb haar zelf 3 of 4 jaar ook training gegeven bij de jeugd. Leuk meisje. Hoe is het voor jullie dat ze er niet meer is? Ja, heftig. Heel bizar. Ja, niet, ja. Nog niet echt te bevatten. Nee. Nee.